De studentenvereniging van het Polytechnisch College, PTC, heeft vanmorgen samen met Floyds installatie werkzaamheden uitgevoerd in verband met het spaarlampenproject van PTC en de NVEBS. Het doel is om de sociale instellingen te helpen met de bezuiniging op stroom. De TL-buizen zijn oud licht. De TL-buizen zijn vervangen door LED-lampen. Floyds Backme, sponsor en uitvoerder van het project, zegt dat hij verandering wil zien in de stroomrekening van Huize Betaliada. Als we praten over spaarlampen, dan zijn die eigenlijk nog niet zuinig genoeg, net die LED. Dus daarom heb ik gemeen van we vervangen gewoon alle TL-lampen die er zijn naar LED. Dus dat houdt in dat wij niet alleen de stator weghalen, zoals gewoonlijk, maar die ballast ook ontkoppelen en die lamp dan gewoon rechtstreeks aansluiten. Dus daar heb je dan eigenlijk die voordeel van die LED-lamp. Dus dan een van de man, dan wil ik dan wel even terugkomen om te kijken wat de daling is geweest in die stroomrekening. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor Betaliada. Brian Lalai, waarnemend directeur van Huize Betaliada, is de sponsor erg dankbaar. Hij weet zeker dat met het plaatsen van de LED-lampen de kosten omlaag zullen gaan. We zijn er zelf mee bezig geweest. We hebben diverse offertes opgevraagd het afgelopen jaar. Maar we hebben het niet kunnen uitvoeren vanwege, de heer Kleit gaf het al aan, de subsidie dat we niet hebben ontvangen. Dus dit is echt een match. Het idee van PTC, de studentenvereniging, samen met EBS en de heer Floyd die dat dan uitvoert bij ons. Dus ik kijk ook enorm uit naar de komende rekening. Om daadwerkelijk te zien of onze kosten zijn gedaald. Ja. Dus heel hartelijk dank, heren. Tot zover Brian Lalai, waarnemend directeur van Huize Betaliada. Hij sprak vanmorgen zijn dank uit aan de studentenvereniging van PTC en Floyds installatie, die LED-lampen hebben geplaatst in het tehuis.